Het is zomer 2024 en ik sta hier aan de Bisschop Davidsgrift. De grift daterend uit de 16e eeuw. Precies te zijn sta ik hier aan het benedeneind. Het benedeneind gaat richting het centrum van Veenendaal. En in dat centrum van Veenendaal, aan de Hoogstraat 28, is de juwelier Van Manen gevestigd. Sinds 1959. En mensen uit deze omgeving, dus vanaf het benedeneind, wisten ook hun weg te vinden richting de juwelierszaak van Manen. Ik neem u graag mee in vogelvlucht richting het centrum van Veenendaal naar de juwelier Van Manen om te zien hoe in vroege jaren het benedeneind en de omgeving eruit zag. Al in de 17e eeuw is er in de archiefstukken sprake van de benedenbuurt, een buurt waar het benedeneind deel van uitmaakte. Omdat de afwatering van de Bisschop Davidsgrift oorspronkelijk naar het zuiden liep, richting de Rijn, was het logisch dat het eerste deel van de grift vanaf de zwaai het benedeneind werd genoemd. Toen het benedeneind in 1940 bij raadsbesluit officieel zijn naam kreeg, bestond deze uit het huidige Gelders benedeneind, het benedeneind, de Valleistraat en het Verlaat. Het deel van het huidige Verlaat en de Valleistraat heette sedert de 16e eeuw Klein Schutje, omdat er zich daar een kleine sluis, een kleine schut, bevond. In 1949 verdween de naam. De straat heette vanaf dat jaar Valleistraat. Midden jaren 40 van de vorige eeuw werd het deel van de grift dat tegenwoordig Valleistraat en Verlaat heet, gedempt. De Bisschop Davidsgrift gaat aan het einde van de huidige Valleistraat over in het in 1866 aangelegde omleidingskanaal, tegenwoordig onderdeel van het Valleikanaal. In de tuin van Valleistraat nummer 188 bevindt zich nog een kazemat van het type 57 uit de periode 1939-1940, gebouwd als onderdeel van de Grebbelinie uit 1744. In 1910 worden de eerste arbeiderswoningen langs het benedeneind gebouwd, voor en door de VSW-fabriek. Het huizenblok aan de Valleistraat nummer 1 tot en met nummer 19 is in 1912 gebouwd door de kerkvoogdij. In 1893 kochten de gebroeders Hendrik en Jacob van Leeuwen een oude bierbrouwerij aan het Verlaat, waarin zij een door stoom aangedreven wolspinnerij begonnen. Zij noemden de fabriek de stoom-, sajet- en kousenfabriek De Hoop, later de Hollandia Wol- en Kousenfabriek. In de volksmond heette de fabriek de Mussenfabriek. In 1929 verrees aan het Verlaat een directiegebouw met officiële ingang voor bezoekers van de fabriek. 10 jaar later, in 1939, werkte bij de Hollandia Wol- en Kousenfabriek aan het Verlaat zo'n 700 mensen. Het bedrijf sloot in 1979 haar deuren. Tegenwoordig staat op het uitgestrekte terrein de Brouwerspoort, een complex van winkels, appartementen en andere functies. En zo naderen we het Zwaaiplein. Op deze plek begon in 1546 de geschiedenis van Veenendaal. De door bisschop David van Bourgondië gegraven grift tussen 1473 en 1491 werd in het jaar 1546 nieuw leven ingeblazen door de veengenoten. Dit jaar wordt gezien als de geboorte van Veenendaal. Schepen, volgeladen met turf, verlieten vanaf de zwaai het veengebied, dat sedert de inwijding van de Veenkerk op de markt in 1566 Veenendaal werd genoemd. Na een paar honderd jaar maakte de turfwinning in het almaar groeiende dorp plaats voor textiel- en sigarenindustrie. We hoeven geen hangende tuinen, piramides of Eiffeltoren. We zijn als nuchtere in het Veense geboren. Geen kolossus, vrijheidsbeeld of fjorden bij het varen. 50, 80, 83 en 85 om weer te zijn waar we waren. Het centrum kent geen Champs-Élysées, Fifth Avenue of Oxford Street. Als je iets van die statuur verwacht, dat vind je hier niet. De puntmuts van Van Manen is onze eigen Big Ben en misschien wel het beeld waar ik mijn stad het meest in herken. Poortwachter bij de Brouwersgracht. Van verre valt ze in het zicht. Leidt de Veensen veilig thuis, de wijze plaat bij nacht verlicht.
Ik nam u mee in vogelvlucht vanaf het beneden eind naar het centrum van Veendaal. En u ziet het, alles eindigt uiteindelijk bij de toren van Van Manen.